Zo, we stellen graag de winnaars van ons wijnconcours van dit jaar aan u voor. Waar we een heel mooi aantal flessen ingezonden hebben gekregen. En flink hebben gepuzzeld om uiteindelijk tot 101 favoriete wijnen te komen. Is dit die 101ste? Dat is de 101ste. Nou, ik wil wel even hier iets over uitleggen. Want we hebben series waarbij we dus een eerste prijs en een tweede prijs en een derde prijs hebben. En deze serie, we stellen nu aan u voor de winnaar van serie 20 tot 30 euro. Ja. Dus de prijskategorie 8, zoals dat bij ons altijd heet. Het aantal winnaars is gerelateerd aan het aantal inzendingen in de categorie. Waardoor de kans om te winnen in elke categorie even groot is. Ja. Want anders dan, kun je in de ene categorie makkelijker winnen dan in de andere categorie. En dat willen we niet. Dus we relateren het aantal prijzen en winnaars aan het aantal inzendingen in de categorie. Ja. Zodat we een eerlijk speelveld krijgen. En dat is de uitleg dat we hier maar één, maar heel bijzondere winnaar hebben. Ja, echt een heel bijzondere winnaar. Uit Penedès van Charalo. Ja. Lanclos de Peralba. En het is een project van twee neven uit de Gramona-familie. Van de beroemde Corpinat-producent, moet je tegenwoordig zeggen. We zeggen gewoon cava van Gramona. Die Leo en Rock Gramona. Een van de mooiste cava-producenten, Corpinat dan tegenwoordig. Ja. Maar dit is ook prachtig, hè, dit project. Ja, ik zag Leo uit hooggelegen wijngaarden. En heel mooi gevinifieerd. Ze willen graag terroirwijnen maken, maar ja, wie wil dat niet? Op dit niveau, op dit prijsniveau in ieder geval. Maar het wordt heel specifiek gevinifieerd ook met deels in non-blow eieren, wat oud hout. Er komt één nieuw barriek bij kijken, elk jaar is natuurlijk kleine oplagen. En ja, dat geeft een ontzettend gave wijn die in de neus misschien een klein beetje ingetogen is, maar in de smaak ontzettend veel. Ja, veelzijdig en gelaagd en fris en prachtige wijn. Ja, dat is bijzonder. Ja, want Charalo is natuurlijk ook een druif die zich niet meteen geeft. Hè? Die je ook goed kan bewaren. Ja, dat is natuurlijk goeie zuur. Het is een bijzondere druif, maar hij moet eventjes zich ontwikkelen. En hij heeft even tijd nodig om zich helemaal te ontplooien. En ook het glas, je kunt er zo'n wijn ook rustig even caraveren bijvoorbeeld. En dan absoluut. Groot glas nemen. Ja. Ja. En dit is ook 2019 al. Dus het wordt verkocht door wijnimport J. Bart in prijskategorie 8. En een fantastische winnaar in deze categorie tussen de 20 en 30 euro witte wijnen. Gefeliciteerd.